Vanavond de grote tv-actie Sta op tegen kanker. Hadden we het gisteren ook al over in deze uitzending. Wordt gepresenteerd door Frits Sissing en Lucille Werner. En die zijn nu al in Rotterdam. Die waren gisteravond al in Rotterdam. En die hebben zich 24 uur lang laten opsluiten in 2 telefooncellen bij de Erasmusbrug. Allemaal voor het goede doel, hè, Jelle? Ja, van die Engelse modellen, weet je. Van die rode modellen met heel veel kleine raampjes. En daar zitten ze in. Er is een kacheltje, maar verder is het volgens mij heel koud. En daarom is Karin hier. Karin komt uit Rotterdam, heeft een ontbijtservice. Le Grand Déjeuner hebben we dan toch ook maar genoemd. En die heeft hier een tafel neergezet voor Lucille en Frits. En wat krijgen ze zo geserveerd van jou? Nou, we hebben een heel luxe ontbijt voor ze meegenomen. Want we vinden het fantastisch wat ze hier doen. Ja, wat krijgen ze? Ze krijgen diverse broodjes hebben we. We hebben zalm, we hebben muffins, we hebben aardbei met slagroom. We hebben lekkere carpaccio sandwiches, soesjes, Belgische wafeltjes, quiches. Lekker ja, heerlijk, heerlijk allemaal. Lekker champagne, koffie, thee natuurlijk, Suderand. Waarom doe jij dit? Ik doe dit omdat ik het is zo'n goed doel. En eigenlijk wil ik ze graag een hart onder de riem steken. Ze zitten hier al de hele nacht in de kou. Ze hebben wel een klein kacheltje, zie ik. Maar toch, ja, respect. En dit is toch wel het minste wat we kunnen bijdragen, dat ze lekker een goed stevig ontbijt kunnen nuttigen om de rest van de dag weer door te komen. Ja, we gaan ze uitnodigen aan de dis, vind je niet? Hey, maar jullie moeten ook aan tafel, want die ontbijttafel staat hier niet voor niks. Wij gaan dus inderdaad ook dadelijk aan tafel en dan gaan we lekker eten, want het is werkelijk fantastisch wat er voor ons is neergezet. Dus dat gaan wij zeker doen. Oké, heb je al een beller? Nee, want het wordt nu even voor ons opgevangen. Oh, maar de dames die zijn ook heel... Het is even een stil momentje. Het is even een stil momentje, maar het callcenter is misschien wel weer bezig. Want ja, wij zijn niet hier met enkele. Er zijn tientallen die telefoontjes opnemen. Misschien hebben we nu even een klein dipje. En straks zie je dat we weer allemaal aan het bellen zijn. Ja, maar Rotterdammers die moeten werken. Ja, maar heel Nederland moet werken natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ja, zo is het. Ja. Ja. Ik wens je heel veel succes en dankjewel. Hou vol. Doen we. Want het is een mooie actie. Ja. Koud, maar moedig. Nou. Ja, nou, we gaan strijdbaar door. Goed zo. Dankjewel, Frits en Lucille. En sterkte in de strijd.